Goedenavond, wat fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuw Amsterdam. Het late night programma waarvan ik, Jennifer Munslag, de moderator ben. En met jullie, mijn nieuwsgierigheid aan de tafel, maar ook via de Zoom, mag loslaten op wat er allemaal gebeurt in Amsterdam op het gebied van wonen, werken, leven. De verhalen die er zijn, de verhalen die ik met jullie wil delen en die ik mag ontdekken. En ik heb er weer heel veel leuke, want onder andere verhalen uit Nieuw-West, daar ga ik beginnen. Maar ook de musea zijn weer open en er is een nieuwe tentoonstelling die jullie niet mogen missen in het Amsterdam Museum. Ga ik het over hebben, ga ik mee zoomen. Een fantastisch gebouw dat er komt bij Amstelkwartier. En we sluiten af met muziek. Daar heb ik echt zoveel zin in. Jullie ook, je weet het nog niet. Maar ik zal zeggen, ga goed zitten. Heb je je drankje erbij? Ja, ja, ja. Dan gaan we nu beginnen. Yes, en zoals ik al zei, gaan we beginnen met verhalen uit Nieuw-West. Want ik heb een tafel vol met mensen die band, liefde, originele bewoners zijn van West. Daar liefde voor hebben en dat met ons willen delen. Want nou ja, er wordt altijd heel veel gesproken over, hè, wat gaat er nu komen? Dit is er allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Maar er zijn ook gewoon, er gebeuren al dingen. En er zijn dingen en er waren dingen. En die moet je soms vastleggen. En dat kan onder andere in een boek, of op een foto, of in een poem. Op een andere manier, in ieder geval mijn gasten zijn hier. Onder andere Fred Martin, voorzitter van Stichting De Driehoek. Hallo. Hallo. Hoe is die? Prima, dank je. Dank je dat je erbij bent. Graag. Daarnaast heb ik zitten Jan-Paul van Spaandonk, muzikus en schrijver. Ook hallo. Een van de masterminds behind this book. Zeker. Fijn dat je erbij bent. En aan de overkant, nou ja, storyteller, puur zang. En hij doet het op vele manieren. Noem het poëzie, noem het verhalen binnenhalen. Maar ook zelfs fotografie. Fouad Lakbir is er ook. Hoi. Oh, hoe gaat ie? Het gaat goed. Ik ben blij dat je erbij bent. Dankjewel. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Fred, ik ga bij jou beginnen. Want jij bent voorzitter van Stichting De Driehoek. Kan jij iets vertellen over deze driehoek? Wat is die stichting? Wat doet dat? Ja, nou, de driehoek is namens ingegeven door een symposium wat we begin jaren 90 georganiseerd hebben. Dat ging over de relatie tussen wonen, werken, welzijn. Mm-hmm. We zijn er stellig van overtuigd was dat die drie met elkaar te maken hebben. Als je niet goed woont, voel je je ook niet happy. Als je geen werk hebt, kun je je ook niet happy voelen in veel gevallen. En dus die band daartussenin was het beeld van, daar moeten we ons op focussen om die in relatie met elkaar te houden. Mm-hmm. Dat dan gecombineerd. Ik was in die tijd dagelijks bestuurder in Slotervaart. Stadsdeel was toen nog een zelfstandig stadsdeel. En wij wilden toen eigenlijk kijken hoe het kwam dat de beeldvorming van die tuinsteden van Nieuw-West, dat die steeds slechter werd. Ja. Mensen begonnen erover te mopperen. En er zijn 1001 redenen voor waarom je mag mopperen. Maar ik had ook het gevoel dat er in dit geval toch wel dikwijls gemopperd werd over dingen die dat niet waard waren. Is het terecht dat gemopper? Toch? Weten ze waar ze het over hebben? Precies. Of is het een gevoel, of is het verandering die over je heen komt, die niet altijd leuk is, hoor. Maar die dingen gebeuren. En daar kun je je tegen verzetten. Dat helpt je niet, word je alleen maar chagrijnig. En toen is het idee ontstaan met een groep mensen om dat idee van dat symposium vast te houden in een stichting die zich ging richten op de beeldvorming van Nieuw-West. Oké. En zo is het gekomen. En het is vooral gewoon, jullie zijn bezig met beeldvorming van Nieuw-West. Dat eerlijk en up-to-date blijft en niet blijft hangen in gemopper. Klopt. En ook niet alleen in terugkijken en roepen, in 1956 was het zo fijn, toen was het zo goed. Ja. Want toen rook het ook overal naar spruitjes. En het was ook niet allemaal even roze geur en maneschijn natuurlijk. Mm-hmm. Het was geen Eldorado, maar het was ook geen hel. Nee. Gewoon een buurt, zoals dat ook in het boekje wat er net de titel van verscheen, een buurt van goede bedoelingen, met de prachtigste intenties, waar heel veel mensen wonen en gewoond hebben. En in de tijd van de bouw van Nieuw-West woonde daar de top van de Nederlandse politiek en van de Amsterdamse politiek en belangrijke mensen, kunstenaars en dergelijke. En dat was toen heel gewoon. Mm-hmm. En toen kregen we ineens het idee van mensen die dan roepen, ja, dan wil je niet doodgevonden worden. Nou, ik heb inmiddels de neiging om dan altijd te zeggen, oké, waar dan wel? En nee, daar krijg je meestal geen antwoord op natuurlijk. Maar we hebben dus geprobeerd in een aantal dingen om de zonzijde van Nieuw-West te belichten. En dat hebben we gedaan met een eerste boekje, dat blauwe boekje. Ja. We hebben dat gedaan met Tuinstad Opera, Nieuw-West 50 jaar. Ah.
Daar moet Jan-Paul dadelijk maar meer over vertellen, want dat is een muzikus en ik kan niet eens zingen, dus laat staan dat ik daar echt iets over weet. Daarna hebben we een grote manifestatie, wat nu op de achtergrondfoto te zien is, een trappenhuis gehad in een slooppand in de Willem-Nuijenstraat, waar we 16 woningen ingericht hebben, jaren 50, jaren 60, jaren 70, jaren 80. En daar kon je dus op deze televisie in een jaren 60 woning, op die zwart-wit tv, kon je Reinier Paping de Elfstedentocht zien winnen. Dus dat beeld, dat was in 2001, 100 jaar woningwet en 50 jaar westelijke tuinsteden, 50 jaar AUP, was toen de aanleiding. Nou, dat is inmiddels al lang en breed gesloopt, maar de foto's hebben we er nog van. Ja, dus wel vastgelegd. Het is vastgelegd, inderdaad. En hoe komen we bij dit boek? Want dit boek, tussen Andreasplein en Zwartpad, Zwartepad. Ja. Daar ligt alles wat wij tot Nieuw-West rekenen. Dat is niet altijd precies het stadsdeel Nieuw-West, maar noem het meer het naoorlogse deel van de stad. Mm-hmm. Dus het algemeen uitbreidingsplan. Daar valt ook een deel van Bos en Lommer. Rekenen we daar wat ruim onder, omdat het in dezelfde tijl gebouwd. Anders zat Voer het ook niet aan tafel nu. Dus dat is ruim geïnterpreteerd. Andreasplein is de Andreas Ensemble waar vroeger het Andreas Ziekenhuis stond. Mm-hmm. Is helemaal aan de oostkant van het gebied. En het begint met een A. En het Zwarte Pad is het voetpad langs de ringvaart van de Haarlemmermeer. Mm-hmm. Dus dat is helemaal aan de westkant. En alles wat daartussen zit, en het Zwarte Pad, gelukkig eindigt dat dan ook nog eens een keer met een Z. Dus we hebben de tuinsteden van A tot Z, zeg maar. Nice. Ja, toch? Nice. A tot Z. Ja. Die vond ik dus ook heel mooi gevonden. Ja. En dit is alweer de zesde jaargang. Klopt, ja. En wat voor verhalen vinden we hierin? Alles over Nieuw-West? Nou, alles, dat is een beetje te veel gevraagd. Of alle verhalen die hierin staan, sorry. We hebben in die zes jaar hebben we in totaal 700 pagina's verhalen van Nieuw-West geproduceerd. Mm-hmm. Met meer dan 100 verhalen van, ik meen, 53 auteurs gebundeld zijn. Een deel daarvan is inmiddels zelfs al overleden, dus die kunnen niet meer nieuwe dingen aanleveren. Maar er komen ieder jaar nieuwe auteurs bij. Mensen die boekjes zien en die dan zeggen, oh, wat leuk. En nou, dan krijgen we de vraag. Ik heb jou net ook al gevraagd, Nieuw-West woont. Dus volgend jaar rekenen op een bijdrage van jou. Ja. Dus vastgelegd nu. Dat, ik ga ook schrijven. Het zijn allemaal mensen die erin staan die op de een of andere manier een band hebben met Nieuw-West. Mm-hmm. Omdat ze er opgegroeid zijn, zoals Jan-Paul. Omdat ze er als kind vaak kwamen. Mm-hmm. Omdat ze er een tijd gewoond hebben. Omdat ze er voor hun werk geweest zijn. Omdat ze er op bezoek kwamen. Ze hebben iets wel in de relatie tot precies. Nieuw-West. En Jan-Paul, jij hebt ook een band met Nieuw-West. Zeker, ik ben er opgegroeid. Je bent er opgegroeid, ja. Je woont er met liefde. Nou, ik woon er niet meer. Oh, nee, je woont in ballingschap. Ik woon in ballingschap in Oud-Zuid al jaren. Maar ik ben geboren in de rivierenbuurt, maar al heel gauw mijn ouders woonden in. Zoals toen vaak, er was woningnood. En toen ik 2 was, zijn we naar Geuzeveld verhuisd. En daar ben ik opgegroeid en daarna in Slotermeer tot zeg maar mijn 18e. Oh, wow. En altijd die band met Nieuw-West blijven voelen. Dat is natuurlijk altijd mijn thuisland geweest eigenlijk. Ja. Zou ik wel iets zeggen. Ik kan me voorstellen, dat is dan ook een inspiratiebron. Hè? Wat maakt Nieuw-West zo bijzonder? Dat moet ik misschien eerst vertellen. Ik ben muzikus. Ik ben van origine operazanger. Mm-hmm. Dus ik heb jarenlang klassieke muziek gezongen, opera, liederen. En op een gegeven moment kreeg ik toch behoefte om mijn eigen ding te doen. Mm-hmm. Toen ben ik mezelf liedjes gaan schrijven in het Nederlands. En toen kwam ik eigenlijk al heel gauw uit op liedjes over mijn jeugd in Nieuw-West. He, dat was toch iets wat eruit moest of waar ik nostalgie naar voelde. En ook, wat Fred net al aanstipte, de buurt stond in een kwaad daglicht in die tijd. Mm-hmm. En ik vond dat ook, dat deed me toch wel pijn. Hè? Dus ik wilde de mooie dingen van die jeugd van opgroeien in Nieuw-West ook in muziek en in liedjes vangen. Mm-hmm. En dus die eerste teksten, ik heb inmiddels meer dan 60, 70 liedjes gemaakt die met Nieuw-West te maken hebben. Maar die eerste teksten die gingen dus uiteraard over hoe het is om als kind in die buurt, die nieuwe buurt, op te groeien. Ja, en niet dat gemopper voelen, maar juist liefde voor dat juist. Voelen. Ja, want het was natuurlijk in die tijd, het was een pioniersbuurt. Hè? Mm-hmm. Het was een nieuwbouwbuurt waar mensen uit heel Nederland naartoe trokken. Allemaal kleine kinderen. Het was een buurt van enorm optimisme in die tijd. En
Die buurt die lag voor een groot deel braak. Ja. Het was nog allemaal in aanbouw. Dus er liepen hazen over braakliggende landjes. En de koekoek riep en de heipalen in de verte kon je horen. Heel het was leeg. Ja. Heel anders. Kijk. Ja. Het was een lege buurt. Ja. Ja. Precies, nou, zo'n soort beeld. Dus als kind had je natuurlijk, je had daar vrij spel. Mm. En je kon met je vriendjes, kon je waande je in de wildernis vaak. Hè? Je kon dus echt je eigen fantasie. Avontuur genoeg. Ja, je avontuur, je fantasie erop loslaten. Dus het was het gevoel van dat de wereld ruim en open en maakbaar was. En dat er alle kansen voor het grijpen lagen. Dat is een heel vrij gevoel. Heerlijk. Ja, zeker. Dat was fijn. En over vrij gevoel gesproken, Fuad, jij bent geboren, getogen in West. Jij hebt er liefde voor. En die liefde uit je door de verhalen uit Nieuw-West vooral ook te belichten. Op verschillende manieren. Door verhalen op te halen. Maar ook met je camera. I love that. Ja. Ten eerste, thank you for that. Toch? Ja, ik vind het leuk hoe je dat doet. Maar vertel ons even. Jij bent schrijver, storyteller, zei ik eerder al. En verhalen heb je ook opgehaald uit Nieuw-West. In een project samen met Jesper Buurzink. 8 maanden lang bewoners gesproken in opdracht van Amsterdam Museum. Klopt. Vertel ons daar iets over. Ja, het Amsterdam Museum heeft een project dat heet Collecting the City. Mm-hmm. En met Collecting the City willen zij de komende, ja, je hebt nog 4 jaar over. Want ze zijn vorig jaar begonnen. Dus ze dachten van, we gaan de komende 5 jaar tot de verjaardag van Amsterdam. Amsterdam 750. Ja. Gaan we verhalen verzamelen uit verschillende communities uit heel Amsterdam, om zo met de verjaardag van Amsterdam het verhaal van Amsterdam te kunnen vertellen. Mm-hmm. En ze zijn begonnen met Collecting the City in hartje lockdown, die eerste lockdown. En toen vroegen ze eigenlijk 3 makers, verhalenvertellers, kunstenaars uit Noord, Zuidoost en Nieuw-West om te beginnen met Collecting the City. Mm-hmm. En het frame was nog heel erg open. Dus ze wilden het niet helemaal framen van, we willen het zo doen. Maar ze hadden wel zoiets van, hey, we willen dat je wel dan aan de bak gaat in de Jacob Geelbuurt. Ja. Ze zijn bij mij uitgekomen. Deels omdat we gesprekken al hadden lopen. En omdat ik veel bezig ben met verhalen. Ja. En in eerste instantie, toen ze mij hadden benaderd, dacht ik van, jeetje man, ik kom uit de Kolenkit. In de Kolenkit voel ik me heel erg Als ik loop door de Kolenkit, heb ik het gevoel dat ik een verhaal kan vertellen en kan zeggen van, hey, dit is een verhaal van de Kolenkit. Ja, is echt vandaar. En hier. Als ik dwaal door Nieuw-West, mm-hmm, ondanks dat ik uit de Kolenkit kom, en er zijn stadsdeelgrenzen die ik soms probeer te doorbreken, want ik ben geboren naast Nieuw-West, mm-hmm, echt grenzend aan Nieuw-West, heb ik het idee dat ik ook verhalen kan vertellen over Nieuw-West. Ja. Maar dan zo specifiek Jacob Geel vond ik best pittig. Ja. En eigenlijk heb ik maanden gedwaald door de Jacob Geelbuurt en ben ik op zoek geweest naar een soort sweet spot. En ik kon het niet vinden. Ja. En, want ik had steeds het gevoel van, ja, wie ben ik om dat verhaal te vertellen? En hoe vertel je een verhaal van zo'n buurt? En ook een verhaal dat opgenomen wordt in de collectie van het Amsterdam Museum. Het is niet zomaar een verhaal. Nee, dat is ook, maar het is hun verhaal. Dus ga jij hem vertellen? Of? Ja, en op een gegeven moment, op een dag, dus 9 maanden terug, wandelde ik door de Jacob Geelbuurt met Jesper Buurzink. We hadden net een project gedaan in Zuidoost. Mm-hmm. Wat je mee hebt gekregen van het verhaal van Zuidoost. En wij waren eigenlijk gewoon aan het dwalen en mensen aan het aanspreken. Gewoon random mensen. Sommige mensen vonden het leuk, anderen die dachten van, wat doe je? Ga, loop door. Wat moeten deze en mannen voor op een gegeven moment kwamen we bij een pleintje. En daar waren 2 kinderen. En we vroegen ze van, hey, weten jullie misschien wie Jacob Geel is? Die keken ons aan. Die zeiden, waarom google je het niet? Dat zijn de kinderen op de foto. En dat zijn Kossa en Loué. En uiteindelijk zijn we met hun samen gaan googlen. Mm. En het kwam naar voren dat het een filoloog is. En terwijl we dat zo aan het doen zijn, staat ineens een vrouw op haar balkon. Daarboven. Ja. En die schreeuwt, wat doe je met mijn kinderen? Dat is Mejda, de moeder van Kossa en Loué. En wat begon met een gesprek van, dit gebouw gaat plat. Ja. Hoezo zou je het verhaal van dit gebouw willen verzamelen? Dit verhaal verdwijnt toch. Werd eigenlijk het startpunt van een verhaal van een verdwijnende buurt uit Nieuw-West. Wow. We hebben 8 maanden met haar. En zij is eigenlijk de kern van het verhaal. Zij heeft eigenlijk de verhalen verzameld. Wij zijn alleen maar een middel geweest om die verhalen te verzamelen. We hebben haar eigenlijk in staat gesteld om in galerij, een symbolische galerij, aan verhalen te verzamelen. 8 huishoudens hebben 8 maanden lang zelf vanuit hun kunst, hun vorm van kunst, verhaal gemaakt. En wat interessant was in het begin, mm-hmm, konden we geen kunstenaar of verhaalverteller in de Jacob Geelbuurt vinden. En in die 8 maanden hebben we
8 kunstenaars, 8 verhalenvertellers ontdekt die in de vorm van fotografie, illustraties en andere vormen hun verhalen hebben verteld. En ja, dat was super bijzonder. En uiteindelijk hebben we het afgesloten met een tijdelijk illegaal museum. Het Jacob Geel Museum. Ja. Toen het nog eigenlijk niet mocht. Toen het nog niet mocht, maar het was wel nodig. Mm-hmm. Want dit was het is een stukje van een verhaal wat je wil belichten, wat je moet belichten. Dus super nice. Wat is voor jou vooral, hè? Wat heb je daar ontdekt? Waarvan je zegt, ja, dit vind ik echt heel bijzonder. Deze inzichten hebben die verhalen mij gegeven. Nou, iets wat met dat project, maar ook vrij recent met een ander project, heel erg naar voren kwam, was de taal van Nieuw-West. Mm-hmm. Nieuw-West heeft een hele specifieke taal. Zoals je in Zuidoost heb je het Smiwanese, mm-hmm. waar ze ook een woordenboek van hebben gemaakt. Heb je dat ook in Nieuw-West. En in Nieuw-West ook nog een taal die in verschillende communities of verschillende groepen wordt gebruikt. En ergens komt het samen, maar ook mag het ergens naast elkaar zijn. En in deze buurt begonnen we het verhaal met Jacob Geel, een filoloog, iemand die dode talen bestudeert. En doordat we dat in het achterhoofd hadden, kwamen we erachter dat bijvoorbeeld het speeltuintje hierachter noemen ze Eerste Speeltuin. En Eerste Speeltuin, je weet dat alleen als je uit als dit je stukje... Daarvoor. En dat vond ik super fascinerend. Ja, en dat is een taal. En dat je die taal van Nieuw-West, daar ben ik heel erg mee bezig. En dat is iets heel bijzonders. Je hebt een taal, een manier van bewegen, een manier van doen, een manier van dingen bedenken in Nieuw-West, dat je alleen in Nieuw-West hebt. En dat is dat heeft me heel erg gepakt. Nice. Jan-Paul, ik zie je knikken. Ja. Herken je dat? Ja, snap je natuurlijk dat? Op een heel andere manier. Maar dat was in onze tijd ook. Ja. Toen ik daar opgroeide, was het dat was een melting pot van heel Nederland. Mm-hmm, hè? Toen nog niet gekleurd in die tijd, maar Friesland, Groningen, Drenthe, alles kwam overal vandaan. Arme mensen die naar de stad trokken. Ja. En in Nieuw-West spraken ze een soort Amsterdams, wat anders was dan de rest van de stad. Want er zat heel veel Zaankans in. Dus wij zeiden kijken, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Kijken. Dat is het. Ja, en ook, we hadden ook precies, wat dat herken ik heel goed. Wij hadden het braakliggend stuk land bij ons in de buurt, wat nu het Slotenpark is. Ruige Riet heet het. Mm-hmm. Dat heet, wij noemden dat het Vogeleiland, maar in de andere buurt noemden ze dat het Rieteiland. Ja. Dus, en ook de uitspraak, de klank van de taal was net anders dan in de rest van Amsterdam. Heel anders dan nu, maar toch ook dat hele eigene was het toen ook. Ja. Nice. Ja, dat is grappig. Ja. En want de taal die jij ook spreekt is muziek. Heb je eerder gevierd van Nieuw-West. Maar je staat zelf ook in het boek. Toch? Of in een van de edities? Nou ja, het boek is natuurlijk meer literair. Mm-hmm. Hè? Dus dat, ik weet niet of je dat erin terugvindt. Misschien een beetje, maar... Een klein beetje, een shui. Dat zou kunnen, ja, jawel. Ja, in de verhalen die over de jeugd gaan, vind je daar wel wat van terug, ja, zeker. Wat heeft dit vooral... Wat brengt dit je vooral? Dat maken van die boeken, deze verhalen vast mogen leggen, ontdekken... Denk jezelf hier vooral uit. Het is ongelooflijk leuk om te doen. Dat je dus inderdaad ook de verhalen hoort van mensen die toch vanuit een andere blik naar zo'n buurt kijken. Mm-hmm. Dat is een beetje wat Voort er net ook aangaf. De verrassing die er dan in zit van, maar heb je dat hier meegemaakt? Of hoe zie je dat dan? Die ervaringen. Misschien wel aardig ook als voorbeeld in deze editie. Het eerste verhaal van Karima Aishawi. Mm-hmm. Zij beschrijft hoe zij als meisje van een jaar of 6... haar eerste bibliotheekpas kreeg in de bibliotheek op het August Allebeeplein. Ja. Dat ze met haar vader aan de hand daar naartoe ging om die bibliotheekpas te halen. Het laatste verhaal van Leo Willemsen. Leo Willemsen was jarenlang bibliothecaris in die bibliotheek. En die twee hebben elkaar niet ook gevonden. Want die willen daar met elkaar over praten. Dus daar zit alweer een raakvlak in. En overigens ook weer een aantonen hoe belangrijk bibliotheken in zo'n buurt zijn. En wat dat voor effect heeft. Dus nou, dat soort dwarsverbanden die je ziet ontstaan. Mensen die reageren op zo'n verhaal. Mm-hmm. En nou ja, goed, en voor mezelf sprekend. Ik vind het ook gewoon ontzettend leuk om te kijken hoe je met verhalen uit en over zo'n buurt kunt spelen. En... Tot dusver heb ik dat eigenlijk altijd geprobeerd met verhalen die verifieerbaar zijn. Hè? Ja. Dus waar je naar een archief kunt kijken en als je van Eesteren vond dit of dat. En als je dat dan met een mooie anekdote erbij weet te vertellen. Dat was mijn fort, denk ik. En dit jaar heb ik me een heel ander genre gewaagd. En het is een dystopisch verhaal geworden. Waarin Nieuw-West zo'n beetje het laatste deel van Amsterdam is wat nog bestaat. Oh, wauw. Dus puur fantasie in feite. Nieuw-West, maar... only part surviving. Ja, dat is... Er ging iets fout.
Dus nou ja, de lol die je daarin hebt van het maken. Ja. En ja, de voldoening als je dan ziet dat het boek klaar is. En dat mensen het lezen. En daardoor toch dat gevoel krijgen. Goh, allemaal Nieuw-Westen. Mm-hmm. Als ik nu zie mensen die boekjes bestellen. Dat komt zelfs. Ik heb er van de week heb ik er een paar naar Corsica gestuurd. Oh, wow. Waar een nou ja, ex-Amsterdammer dan in dit geval woont. Maar die wil ze wel hebben. Ja, tuurlijk. En die heeft waarschijnlijk de hele serie inmiddels. Dus, en voor mensen die interesse hebben, waar kunnen ze dit boekje krijgen? Het is op onze website te bestellen. En dat is heel simpel te vinden. Driehoek.amsterdam. Mm-hmm. Of stichtingdriehoek.nl. En bij iedere boekwinkel is te bestellen. Iedere boekwinkel te bestellen. Klopt. Fuad, jij bent vast ook met prachtige projecten nu bezig. Heb je iets wat je met me wilt delen? Ja, Fuad maakt altijd hele interesting op dit moment, op. Het is nu vrijdagavond. Mm-hmm. Afgelopen dinsdagavond is er een uniek project gelanceerd voor Nieuw-West. Ja? Het Grote Spelers. De afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met Samir Al-Dawi en een aantal ambtenaren... Mm-hmm. Eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe het komt dat, ondanks dat in Nieuw-West jongeren... Nieuw-West heeft de meeste jongeren van Amsterdam, ja, grootste stadsdeel... en ook meest hoogopgeleide groep van Amsterdam. Mm-hmm. Heel veel hbo's en wo's, maar ondanks die cijfers komen ze toch niet aan de bak, mm-hmm, op niveau. Mm-hmm. We hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan en vandaag lanceren we dinsdag hebben we een programma gelanceerd waarbij we een speciaal programma voor die jongeren hebben ontwikkeld. Jongeren uit Nieuw-West kunnen straks aanspraak maken op een vorm van coaching, mentorschap, een programma wat gaat over een traineeship die echt op maat is gemaakt, zodat je ook echt van baan komt op niveau, mm-hmm, een training. En ik vind dat best wel bijzonder dat in Nieuw-West een soort beweging komt die zegt van hey, jullie, onze jongeren, we willen ook dat je, precies, dat talent dat je hier hebt ontwikkeld, dat je ook daarmee zeggen op de juiste plek komt. En dat is eigenlijk ook voor mij Nieuw-West. Ja. Dat je elkaar ook trekt naar die volgende stap. En dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Nice, oké, want nu zijn mensen natuurlijk getriggerd. En misschien iemand die kijkt naar Nieuw-West. Waar kunnen zij zich aanmelden? Welke website moet je in de gaten houden? Grotespelers.nl. Grotespelers.nl, als ik het goed heb. Grotespelers.nl. Grotespelers.nl. I love it. Ik primeur je, dus ik schrijf het ook meteen op. Dit was best wel off-topic. En ik wilde even kort aanhaken op toch het verhaal van Fred. Want je triggerde net bij mij iets. Mm. Kort verhaaltje. Ik ben soms lang van stof, maar ik ga hem heel kort houden. toen de Syriërs, maar ook andere bevolkingsgroepen gingen vluchten naar Europa... Mm-hmm. Was er een verhalenverteller uit Schotland. Mm-hmm. Die is afgereisd naar Griekenland. En die is al die Syriërs die aankwamen gaan vragen van... Hey, voordat je Europa instapt, geef me een volksverhaal. En die is volksverhalen gaan vastleggen. Mm-hmm. En hij heeft een boek gemaakt met die volksverhalen. En nu, jaren later, is dat boek heel waardevol geworden... omdat mensen die verhalen beginnen te vergeten. En jouw project doet mij heel erg denken aan dat project. Dat je de verhalen die je nu verzamelt, ja, die zijn straks super waardevol. Want Nieuw-West groeit, verandert, beweegt. En ja, plekken, de waarde van bepaalde plekken veranderen ook. En door die boeken kan je nog altijd teruggaan en die waarde proeven. Ja. Ja. En dat vind ik heel erg waardevol aan het project. Okay. Yes, dankjewel. Ja. Misschien volgend jaar jij ook in eentje? Hoe nou? Samen? Graag, ja. Toch? Nou ja, zorg in ieder geval dat je dit opzoekt. Maar ook grotespelers.nl. Hou jezelf updated. En je liefde, vooral niet je gemopper. Mag ik nog iets zeggen over spin-off van dit project? Spin-off? Oh ja, tuurlijk. Ja. Komt er een spin-off? Ja, precies. Ja, want onze eerste samenwerking van Fred en mij was een folk-opera die ik geschreven heb met Jan van der Meij. Mm-hmm. Over Nieuw-West. Dat is in 2002 geweest. Inmiddels heeft dat een aantal vervolgen gehad. En binnenkort komt er weer een gloednieuwe cd uit met allemaal liederen over Nieuw-West. Gemaakt door schrijvers die uit deze boeken komen. Dus Thomas van Aalt heeft een lied voor ons geschreven. En nog een stel schrijvers van de boeken. En die komt hopelijk in deze zomer nog uit. En in september hopen we dat eindelijk, als het allemaal weer mag... ook mooi live te gaan presenteren in de Meervaart. Dus in de zomer kunnen we, als het goed is, verwachten. En in september gaan we met z'n allen vieren dat het er is. Ja. Hopelijk. Ja, zeker. We kunnen dit allemaal in de gaten houden online, toch?
Jazeker. Ja. Natuurlijk. Ook via de driehoek? Ja. Ook via de driehoek, ja. Inderdaad. Top. Hou het in de gaten via de driehoek. En zorg dat je erbij bent. Zorg dat je hem hebt, het boek, de cd. Of dat je een van die grote spelers bent. Yes? Ontzettend bedankt voor dit gesprek, voor deze hele fijne update. Ja. En jullie liefde voor Nieuw-West. En van Nieuw-West, je hoorde de naam net al, gaan wij naar Amsterdam Museum. Let's go. Yes, Amsterdam Museum, dat fijne museum met liefde voor de stad, waar verhalen van hier, voor hier, op een fantastische manier worden vastgelegd. En die one and only curator, Imara Limon, heb ik via de Zoom. Als het goed is, hoi Imara, kan je me horen? Hi Jennifer, ja, ik hoor je heel goed. Hoe gaat-ie? Goed, hartstikke goed. Leuk dat ik bij jullie te gast mag zijn. En tegelijkertijd natuurlijk ook in een open museum staan. Precies! Hoe fijn is dat je museum is weer open? Ja, heel fijn. Ook spannend, want er lopen hier ineens bezoekers. Moet er even weer aan wennen. Ja, dus dan. En kan je ons een klein beetje vertellen, hè? Amsterdam Museum, waar houden jullie je vooral mee bezig? Want de mensen hebben van mij een kleine recap, maar jij weet dat als geen ander. Ja, hier in het Amsterdam Museum, nou, het is dus een stadsmuseum. Het gaat over de stad van vroeger, met historische objecten, collecties, verhalen. Mm-hmm. Maar ook juist de stad van nu en de stad van de toekomst. En dat is waar ik, ik sta nu in een tentoonstelling die ik met collega's heb gemaakt. Het heet Refresh Amsterdam. Yes. En die komt eigenlijk voort uit de noodzaak om al die verhalen rond Amsterdam steeds meer aan te vullen. Want we kennen natuurlijk Amsterdam ook van de standaardbeelden van die welvarende stad, een wereldstad. Met prachtig erfgoed, gaat al eeuwen terug. Maar wat is nu het Amsterdam van nu? En hoe kijken Amsterdammers van vandaag naar die stad? Dat is ook belangrijk voor de toekomst. Dus dat willen we ook gaan verzamelen. Nou, we hebben in Refresh Amsterdam als tentoonstelling 25 hedendaagse makers geselecteerd vanuit een open call, die hun blik geven op de stad van nu. En dat doen zij in allerlei vormen. Je kunt het al een beetje zien hier achter. Ja, ik vind het draai. Heel fijn. Om te zien dat je daar gewoon staat. En dat zijn 25 kunstenaars, allemaal uit Amsterdam, die op een verschillende manier dus hun stad van nu, van de toekomst belichten. Ja, we hadden hen gevraagd, wat betekent Amsterdam voor jou? En wat betekent sense of place? Dat is het concept van nu. Mm-hmm. En dat gaat dus eigenlijk over je kunnen thuis voelen, onderdeel zijn van een plek. En hun antwoord daarop was heel verschillend. Sommigen zijn inderdaad Amsterdammers. Anderen zijn Amsterdammers die weer juist in het buitenland zijn geboren of daar familie hebben of daar heel veel relatie toe voelen. En die zeggen ook, zoals hier het werk van Kevin Osepa, wat je hier ziet, hij is fotograaf, maar hij maakt ook bewegende beelden. Dat gaat over zijn achtergrond in Curaçao. En hij zegt, Curaçao is altijd ook onderdeel van Amsterdam. Ja. Ook juist voor hem. Het blijft ook iets van de stad. En dat is juist heel mooi, denk ik, dat Amsterdam is niet alleen maar grachtenpanden. Het is niet alleen maar prachtige groepsportretten uit de 17e, 18e eeuw. Mm-hmm. Maar het is juist ook allerlei verhalen van nu, van migratie tot aan gentrificatie in de stad. Tot aan bijvoorbeeld, hier heb je nog een ander werk waar ik dan naartoe loop. Dat zijn prachtige tekeningen van Tja Ling Hu. Oh, en zij zijn heel tof. Zijn echt mooi. Hè? Moet je even van dichtbij kijken. Hier zie je bijvoorbeeld een van de Chinese familierestaurants die al in haar familie is. Dat is al 4 generaties terug dat ze restaurants hebben. En ze zijn hier naartoe verhuisd, naar Nederland. En hoewel het niet een heel alleen maar Amsterdams verhaal is, is het wel een verhaal wat in Amsterdam ook speelt. Er is enorm veel Chinese migratie. Maar dat kunnen we zo moeilijk vertellen vanuit het museum, omdat je daar nou eenmaal vaak met objecten werken of met collectie of met de verhalen die er al zijn. Dus je dacht ook, dat moet je ook actief gaan zoeken en verzamelen. Want die vertegenwoordiging is zo belangrijk. Er komen hier ook veel jongere kinderen naar het museum. Ja, waarvoor het heel belangrijk is dat je ook ziet wat jouw verhaal is. Dat hoort ook bij die stad Amsterdam. Dus dat hele idee van Amsterdam willen we steeds breder, steeds groter maken. Totdat het eigenlijk past bij de realiteit die de stad nu is. Absoluut. Weet je dat gevoel als je door de stad loopt, dat je dat ook terugziet daar, dat je dat terugvoelt daar. We hebben, als het goed is, een kleine trailer van de expo. Right? Gaan we nu even naar kijken. Thank you.
prachtig. Refresh in het Amsterdam Museum. En nou ja, jij staat er, je zei het al, de deuren zijn weer open. Waarom zeg je mensen die nu kijken, als ze nu nog iets nodig hebben om overgehaald te worden, waarom moeten we hierheen? Nou, ik denk ten eerste, we zijn bijna een half jaar dicht geweest. En we hebben de tentoonstelling kunnen verlengen. Dus je kunt nog tot en met 25 juli komen kijken. En dat is alleen al zo bijzonder. Musea, culturele instellingen en natuurlijk veel meer dingen in de stad zijn weer gewoon open. Dus maak daar gebruik van en kom gezellig langs. Tot en met 25 juli moeten ze een kaartje reserveren? Ja, dat nog wel. Je kunt reserveren online op de website amsterdammuseum.nl. En we hebben ook een eigen refresh.amsterdam website, waar je alles ook alvast kunt lezen over de kunstenaars. Nog meer teksten kunt lezen, nog meer filmpjes kunt bekijken. Mm-hmm. Van de kunstenaars die voor hun werk staan en daar zelf iets over vertellen. Dus hartstikke leuk om alvast een kijkje te nemen. Top. Ontzettend bedankt dat jij ons dit kijkje hebt gegeven. En geniet ervan dat die deuren weer open zijn. Dat jullie weer lekker met bezoekers daar rond mogen lopen. En dankjewel voor deze update. Yes, jullie bedankt. Tot ziens. Thuis kan ik jullie echt alleen maar adviseren. Doe hem. Boek een tijdslot, boek een kaartje. Ga naar die website van of Amsterdam Museum of Refresh. En ga daar kijken, want inderdaad, we hebben lang genoeg moeten wachten dat we weer mogen. Tot en met 25 juli kan je Refresh bezoeken. Ik kan je vertellen, het is het waard. Absoluut. Ik heb hem gezien. It's absolutely worth it. Het is heel fijn. Het is heel mooi. Dus gun jezelf dat stukje. Ja, oké. Okay. Ja, top. En van Amsterdam Museum gaan we naar iets wat misschien wel ooit, weet ik veel, in een museum terechtkomt. Een nieuwe woontoren Amstelkwartier. Ik zou zeggen, let's go. Yes, want hè, dat er veel gebouwd wordt, dat er nieuwe zichten bijkomen, nieuwe woontorens bijkomen, is voor niemand nieuw, maar wel hoe ze eruit zien en wat erbij komt. En ik heb gelukkig hier in de studio bij mij Sylvie Bruining. Jij bent ontwikkelaar bij Condor Wessels Vastgoed. Yes, dat klopt. Dat is super tof, want jij bent met very, very dope shit bezig, zeg maar, om het plat te zeggen. En je doet dat niet alleen, onder andere samen met Koosjuch. Is het? Ja. Hey, Koosjuch Architects. Zijn jullie bezig met de ontwikkeling van de nieuwe woontoren Amstelkwartier? Elements? Ja, Elements. Kan je ons daar iets over vertellen? Zeker, ja. Het is het eerste gebouw gevormd door de elementen. Vandaar ook de naam, Elements. Ja. Gevormd door de elementen? Ja, ja. Het is eigenlijk niet echt een traditionele manier waarop dit ontwerp tot stand is gekomen. Mm-hmm. Het was een competitie van de gemeente Amsterdam. Ja, die hebt gewonnen. Ja. Congrats. Thanks. Nee, het was een competitie van de gemeente Amsterdam waar echt heel veel bij kwam kijken. Er waren vanuit verschillende perspectieven wilden ze beelden zien. Om eigenlijk een elegante toren neer te zetten op de kop met een prachtig uitzicht. Mm-hmm. En tegelijkertijd waren er ook heel veel duurzame ambities die in het plan moesten landen. En daarom zijn we eigenlijk op het plan gekomen om te modelleren. Dus eigenlijk vanuit al die ambities te kijken, wat is nou de optimale vorm van het gebouw? En dat was best wel een interessant proces. Ja, dat lijkt me niet makkelijk, maar wel een lekker onderzoek of avontuur. Ja, het was een heel avontuur. Heeft ook echt heel veel gevraagd van architect, constructeur, gewoon alle partijen die erbij betrokken waren. Mm-hmm. Want wat je eigenlijk doet is, kijkt vanuit wind, vanuit zon, daglicht, wat nou het meest ideaal is voor de woningen in die toren. En vervolgens moet je er ook nog een mooi beeld van maken. Juist. Dus het moet er ook nog leuk uitzien. Precies. Dus dat was eigenlijk een constant proces. En daar moesten ook alle partijen dus heel flexibel in zijn. En het heeft het wel voor elkaar gekregen om er zo uit te zien. Dus, wat tof. Maar even, hè, heel even terug naar die elementen. Als je rekening houdt met de wind, wat betekent dat bijvoorbeeld? Waar moet je dan aan denken? Hoe het staat? Of? Ja, hoe het staat en wat het dus blokkeert of juist glijdt. Oh, nee. Maar het beginsel is gewoon eigenlijk, als ik op mijn gebouw sta, op het dak of op mijn balkon, dan wil ik er simpelweg niet van afwaaien. Ja. Dus ik wil, als er een collectieve daktuin op zit, dan wil ik er ook echt gebruik van kunnen maken. Ja. Dus ja. In die zin was het gebruik eigenlijk hetgeen wat voorop stond. Nice. Ja. Klinkt goed. En want, nou ja, hè, die voorwaarden, je vindt, waar begin je dan?
Ja, nou, je begint eigenlijk in de computer. Mm-hmm. Wat heel vreemd is, want normaal begint de architect met schetsen. En nu begonnen we met gewoon zonlicht was dan één model. Daglicht was één model. En wind was één model. Zo hebben we denk ik 3000 modellen gedraaid die allemaal op elkaar de juiste vorm moest betekenen. Ja. En daar is er dus één uitgerold die optimaal was, die al die dingen aan elkaar vastmaakte. 3000? Ja. Dat is niet niks. Nee. Maar dat betekent wel dat jullie echt inderdaad goed de tijd hebben genomen om al die punten, elementen mee te nemen en daar, nou ja, een nieuwe manier van bouwen neerzetten? Ja, het is, ja, ik denk dat het wel een nieuwe manier van bouwen is. Ik denk dat dit wel de toekomst is. Ja, man. Omdat, je ziet het hier al achter je, ontzettend veel modellen. Maar dan denk je dat je extra tijd hebt. Nee, het was echt een heel snel proces. 6 weken hadden wij het eerste ontwerp staan. 6 weken? Ja, de competitie was zo ambitieus in planning. No joke. Ja, dus daar moesten wij in mee. Maar ik zie het op dit moment ook wel meer gebeuren. Dat er gebouwen vanuit het modelleren eerst de optimale positie krijgen. En dan vervolgens ga je er pas een mooi beeld van maken. Vet, man. Oké, en wat voor woningen? Wat voor woningen komen hier vooral in? Nou, ook middensegment, middenhuur. En koopwoningen. Met een bar in de plint en coworking spaces. Coworking spaces, bar in de plint en boven, midden en koopwoningen. Ja, ja. En we hebben heel veel verschillende typologieën, zoals je hier ziet. Maar waar we in ieder geval vanuit zijn gegaan is de Element Lofts. Mm. En, Element Lofts klinkt al fancy. Element Lofts. Maar wat we eigenlijk wilden doen is, het begint steeds dichter te worden in de steden in Nederland. Mm-hmm. Dus je wil heel graag dat ook families meer op hoogte gaan wonen. Okay. En wat we hebben gedaan, dat zie je ook een beetje terug in de toren, vooral in het bovenste deel, is dat de appartementen ook dubbel hoog zijn. Dus mensen kunnen daar een vide in maken, maar kunnen er ook net die ruimte maken voor een babykamer. Dus in die zin willen we rekening houden met voor grotere gezinnen ook. Precies. Niet per se een klein flatje. En je zei net ook bijvoorbeeld een tuin op het dak. Ja, ja, je hebt sowieso een heel groot balkon. Mm-hmm. Het mooie gaat dat is, echt rondom? Is dat één woning? Dit is helemaal rondom, ja. En tevens ook hetgeen wat energie levert voor het gebouw. Het zijn PV-panelen. Mm. Wat echt de uitdaging is, en nog steeds, daar zijn we elke dag mee bezig, is dat het ook er mooi uitziet, die band. Ja, ja, ja. Want er is PV heel veel te zien in Nederland. Wat niet helemaal, is het sexy? No. Yeah. Nee, nou, dat hopen we wel te krijgen. En groen, ja, elke ruimte die je ziet eigenlijk is buitenruimte. Nice. Wat vind jij zelf? Nou, jij werkt hier aan, jij gaat hier super hard op. Wat is één bijzonder ding dat je zegt, dat maakt het wel echt out of this world? Ja, ik vind het heel tof dat normaal bij projecten heb je eigenlijk, of je kan deze kwaliteit hebben, of je kan die kwaliteit hebben. Mm-hmm. En bij Elements vind ik het gewoon en-en. Dus je hebt en je kleine, intieme eigen plekje wat je op kan zoeken. Maar je kan ook gemeenschappelijk aan de tuin deelnemen, of de wintertuin die in de entree zit. Dus je hebt eigenlijk, je kan dat plekje vinden tussen rust en reuring. Oh, lekker. Echt de trend van nu. En je in de directe omgeving van je gebouw kan je gewoon terugtrekken of andere dingen doen. In ieder geval heb je gewoon de ruimte om te kiezen. En je hebt keuze. En die kwaliteit vind je dicht bij huis. Nice. En wanneer gaat de bouw van start? Eind van dit jaar gaan we van start. Ja. De eerste. En wanneer moet dat dan af zijn? Over 2,5 jaar daarna. Dus 2023. 2023 einde. Gaat er iemand daar het huisje als eerst in. Precies, ja. Wil je er zelf ook wonen? Ik zou er heel graag willen wonen. Ga je er wonen? Misschien is dat de vraag. Nou, ik heb net een nieuw huis, dus helaas. Maar misschien over 3 jaar, wie weet. Dat je denkt, dan, nou ja, het ziet er toch, het is toch zo tof geworden. Ik wil er wel zitten. Ja, nou ja, sowieso denk ik de omgeving ook. En deze view die je hebt vanuit het gebouw. Mm-hmm. Maar al dat groen en water om je heen, ik vind het altijd een beetje de badplaats van Amsterdam. Dus en die kwaliteit kan je ook terugvinden in het gebouw. Dus dat hebben we geprobeerd om ook in de winter dus eigenlijk het groen te kunnen gebruiken. En dat is dan binnen, wat we net bijvoorbeeld op het plaatje zagen. Dit is binnen en dit gaat helemaal naar 2 lagen tuinen bovenop. What? En als je in de winter wil zwemmen, dan kan je ook gebruik maken van het kleine zwembad met uitzicht over de Amstel. Het klinkt wel heel fijn.
element die ja, daar zo, ja, die element. Oh, wauw. Oké, okay. En het klinkt heel tof. Het is helemaal zo. Hoe is dat voor jou? He, want misschien gooi ik er extra pressure op. Om dan, he, deze toren die komt er en die blijft. En dat wordt dan ook in het gezicht van Amsterdam aan die kop. Hoe voelt dat? Je bent best wel jong. Ja. You're making this happen. Hoe ervaar je dat? Heel trots. Lijkt me heel bizar om later, als je als oma langsrijdt, dat je kan zeggen, nou, vroeger. I did this. Ja, ik vind het ook leuk om met de tafelheren waar je net mee zat te horen dat zij zo enthousiast over Nieuw-West praten. Dat is ook een ander gebouw waar ik mee bezig ben, de Baak. Kijk. Dus dan, als je dat terughoort van vroeger, dan, ja, dan gaat mijn hartje wel sneller kloppen, omdat het gewoon leuk is om echt iets blijvends te maken wat je de komende 100 jaar nog gaat zien. Precies. En de duurzaamheid is mee bedacht, everything. Ja. Lekker hoor. Jouw bragging rights zitten in de pocket, of niet? Ja, hoop ik. Nou, heel veel succes nog. Dank je. Met dit spannende avontuur. 2023 kunnen mensen er wonen. Ja. Einde van het jaar gaat het beginnen met de bouw. En waar kunnen mensen dit in de gaten houden? Hoe of wat? Of meer info over winnen? Volgende week komt er een website live, een landingspagina. En daar kunnen mensen zich aanmelden. En waarschijnlijk gaan we in ongeveer september starten met de verkoop. All right. Ja. Top. Nou, succes en ontzettend bedankt. Dank je wel. The element, the element, the element. Alrighty. En dan ga ik nu naar mijn gast die aangeschoven is in de studio. En ik heb ook een gast in de Zoom, want we gaan het hebben over de maand juni, namelijk Kitty Kottie maand. Let's go. Ik heb namelijk in de Zoom heb ik zitten programmamaker en ook co-founder van Omroep X, Gilly Koster. Hallo. Hoi. En aan tafel heb ik zitten Max de Ploeg, programmamaker Kitty Kottie maand, onder andere. Ja, vooral programmamaker bij Pakhuis en Zwijg. Maar in het kader van de Kitty Kottie maand hebben we een aantal programma's ook gemaakt hier. Ja. Juist, en daarvoor heb ik je hier. Want inderdaad, je doet bij Pakhuis en Zwijger team Inclusief Stad. Projectleider Week tegen Racisme. Klopt. Je maakt heerlijke programma's. Je maakt mooie programma's die nodig zijn. Dank je, dat is lief. Ja, ja, dat is, voel je dat ook zo? Zeker, anders had ik het niet gedaan. Dus ik ben blij dat ik het ook hier in deze vorm kan omzetten. Mm-hmm. Wat ik ook voel, wat ik belangrijk vind. Om dat terug te kunnen geven aan de stad ook. En om dat in deze vorm te doen. Dus zeker dankbaar voor. Ja. Nice, nice. Wat nu? Inderdaad, we zitten in maand juni. Volgende week worden er 3 afleveringen met het thema Kitty Kottie maand uitgebracht. Kan je ons een beetje vertellen voor de mensen die denken, oh ja, ik heb het gehoord, ik heb gelezen Kitty Kottie. Wat is het precies in een notendop? Yes, dus de Kitty Kottie maand die wordt eigenlijk in de hele maand juni gedaan. Die wordt altijd geopend in de eerste dag vanuit de Memre Wakka. Mm-hmm. Dat is herdenkingswalk, zou ik maar zeggen. Eindigt ook bij het huis van de burgemeester. De burgemeester heeft ook eigenlijk, laten we zeggen, de voorgangers hun eigen rol gehad in de slavernij. Mm-hmm. Dus dat wordt daar altijd ook ritueel geopend. En dan zijn eigenlijk de hele maand activiteiten wat ook eindigt in de Kitty Kottie dag, die wat meer bekend is bij de mensen. Ja. En we hebben in dat kader deze maand verschillende programma's. Je ziet ze ook op het scherm. Mm-hmm. En een van de programma's is dus de lancering van het nieuwe Slavernijmuseum. Ja. Gilly, die straks aan het woord komt, die gaat dat ook hosten. Een hele gezellige host. Ja. Dus daar kijk ik sowieso naar uit volgende week. Dus dat is dinsdag 15 juni. Ook beide wethouders van Amsterdam zullen aanwezig zijn. Turia Meliani en Rutger Groot-Wassink, maar ook de hele groep die de afgelopen, het is bijna denk ik 3 jaar, is bezig geweest om dat vorm te geven. En dan komt er eindelijk, beter laat dan nooit, maar komt er een voorziening. Dus als je daar meer over wil weten, daar zal over verteld worden. Een van de initiatiefnemers, Simeon Blom, zal ook aan het begin wat vertellen. Nou, zodoende komen er verschillende mensen aan het woord ook. Ja. Nice. Dan ga ik meteen even Gilly erbij halen alvast. Want Gilly Koster, jij gaat inderdaad de presentatie op je nemen van een van deze programma's. Op de 15 juni ben ik de moderator van dit geheel. Mm-hmm. En daar ben ik erg trots op. Ik ben al lang betrokken bij het Transatlantisch Slavernijverleden Museum. Mm-hmm. Ik heb de eerste presentaties mogen doen, toen ook met beide wethouders waren toen ook aanwezig. Turia en Turia Melania en Rutger Groot-Wassink.
Dus ik heb dat hele proces wel gevolgd. En ik ben er ook trots op dat ik er ook nu weer bij mag zijn bij de presentatie van het verkenningsrapport. Ja, super, super dope. En voor de kijkers, hè, want een hele maand, en dan kan ik me voorstellen, of ja, niet, dat sommige mensen denken, oké, maar waarom is het van belang dat er een hele maand aandacht wordt besteed aan Kitty Kottie? Nou ja, laten we het zo stellen. Ik bedoel, als je erbij stilstaat dat de maand mei, dan worden we doodgegooid met de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En de Tweede Wereldoorlog heeft, hoe vreselijk het ook was, dat direct gezegd hebben, het heeft 5 jaar geduurd. Mm-hmm. Slavernij heeft 300 jaar geduurd. Mm-hmm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vreselijk veel mensen omgekomen, waaronder een aantal miljoenen Joodse mensen. Dat is verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Dat waren er 6 miljoen. 100 miljoen verplaatst, vermoord. De Atlantische Oceaan is één groot massagraf. Mm-hmm. En daar wordt in de geschiedenisboekjes nog geen kwart hoofdstuk aan besteed. Misschien, het is langzaam aan het veranderen, dat is een feit. Mm-hmm. Maar we zijn, ik denk dat een maand onvoldoende is. Ik denk dat het hele jaar door te zien zou moeten zijn. Vandaar dat een museum een hartstikke goed plan is. En het zou ook opgenomen moeten worden in het pakket van educatie. Gewoon. Weet je? Een maand is helemaal niet lang. Ja. We hebben het niet over het Songfestival, weet je? Ja, precies. Dat is een En ik wil trouwens van de gelegenheid ook even gebruik maken om even Kitty, het woord Kitty Kottie uit te leggen. Kitty Kottie betekent gebroken ketting. Mm-hmm. En ik denk dat het goed is dat de kettingen gebroken zijn, maar ik denk dat het van belang is dat we de shackles, je weet wel, die armbanden boeien. Waar die kettingen aan vast, ja. Die boeien waar die kettingen aan vast zaten, die moeten we ook afgooien. Ja. Weet je, het is heel lastig als de ketting gebroken is, maar je loopt heel erg ongemakkelijk als er nog steeds boeien om je enkels heen zitten en om je polsen. Dus ik raad alle zwarte mensen aan en alle mensen die met slavernij te maken gehad hebben, ook de witte mensen, help met die boeien en die kettingen, en dat is dan metaforisch bedoeld, van ons af te werpen en laten we gewoon opgaan. En laten we werken aan een nieuwe maatschappij met alle mensen die erbij betrokken waren. Zowel de witte mensen als de zwarte mensen. Dit moet in eerste instantie rugbaarheid krijgen, kenbaarheid krijgen. Mensen moeten zich daarvan bewust worden, kennis van nemen. Mm-hmm. En 15 juni is zo'n dag. Yes. Ontzettend bedankt alvast. Veel plezier. Maar dankjewel. Veel plezier. Ik kijk ook uit naar de 15e van juni van de aflevering. Heel veel succes alvast daarmee. Dankjewel dat je intuned bij ons vandaag. En Max, ik zag je helemaal klikken. Helemaal mee eens met Gilly. Een maand is niet genoeg, maar het is wel een start naar het afdoen van die boeien, denk je? Zeker. Ik bedoel, het hoort bij het proces. En hij slaat eigenlijk de spijkers of met hamers op koppen. Ik zeg het even niet goed, maar hij heeft eigenlijk al heel veel gezegd. En dat sluit ook misschien mooi aan bij de andere programma's die daarbij spelen. Die ook gaan over dat eigenlijk dat proces van die ketenen afdoen. En dat is inderdaad zeker een gezamenlijk proces. Zowel voor witte mensen, zwarte mensen en alles daartussen. Heel Nederland. En ik denk heel Nederland. Ja. Maar ook, het is een globaal fenomeen geweest. Mm-hmm. Hè? Je zei het al, de transatlantische zee die eigenlijk een grote begraafplaats is geworden. En dat sluit ook misschien mooi aan bij het programma van 30 juni van het NINSEE. Dat is een jaarlijkse lezing die ze doen voordat de dag zelf wordt ingeleid. En ze hebben dit jaar echt een hele bijzondere gast uitgenodigd, namelijk Sir Hilary Beckles. Mm-hmm. En hij is de voorzitter geweest van de aangewezen als voorzitter namens de 15 CARICOM-landen in het Caribisch gebied. Ja. Die hebben gezamenlijk gezegd Engeland, Nederland en Frankrijk moeten herstel gaan fixen. En ik zeg niet expres niet alleen herstelbetaling, want het heeft veel meer dimensies. Naast economisch ook sociaal, psychologisch, cultureel. En die hebben dat eigenlijk die aanklacht of in ieder geval
ieder geval die vraag neergelegd bij die landen. Daar is niet echt op gereageerd verder. Maar wat dat inhoudt, wat zijn reparations eigenlijk, wat betekent het, waar komt dat vandaan, hoe heeft dat internationaal nu steeds meer bedding, daar gaat hij over vertellen. Want ik denk als je in een huis loopt en je zou excuses moeten aanbieden daarvoor, dan moet je vervolgens ook gaan kijken hoe je de schade gaat herstellen. Precies. Dus die ketenen waar Gilly het over heeft. Dus het is een hele interessante lezing. Ik kijk er echt naar uit. En een ander programma in die maand, dat is 22 juni inderdaad. Die zal gaan over culturele identiteitsherstel na kolonialisme. Omdat het kolonialisme heeft niet... vaak gaat het debat over hoe kunnen we de seat at the table krijgen. Weet je wel, de gelijke plek aan de tafel. Maar ja, een vraag wat die organisatie, de African Calendar, met wie we het organiseren ook stelde van ja, maar wie waren wij eigenlijk voordat dat schip daar arriveerde? Want daar stopt vaak het verhaal. Ja. Maar wie waren we daarvoor? En dus hoe kan je met dat soort vraagstukken omgaan met je identiteit die ook vaak is weggenomen, Europese namen, et cetera. Dus dat programma zal daar verder op ingaan vanuit ook verschillende gemeenschappen. Dus, very interesting. Heel veel food for thought. Genoeg informatie te halen waar we allemaal wat aan hebben. Als je denkt, ja, maar dit heeft met mij te maken. Kijk, leer en dan zie je dat het wel. Toch, iedereen heeft een aandeel erin. Kan er wat uithalen, met z'n allen ervan leren en groeien en vooruit gaan. Zeker. Mag ik nog wat zeggen even tussendoor? Kort maar krachtig. Ik moet hem afronden, Gilly. Ik snap hem. Ik wil alleen maar zeggen dat sommige mensen denken, ja, dat slavernij, dat is zo lang geleden. Nou, weet je, om die slavernij te kunnen uitvoeren, hebben mensen hypotheken moeten nemen. En die hypotheken die liggen nog steeds in de archieven van allerlei banken. Mm-hmm. Alle drie grote banken die hebben die archieven nog. En als je daarin gaat spitten en je de rente gaat berekenen, dan is het niet zo lang geleden, jongens. Mm-hmm. Echt waar. Het is echt iets waar we ons heden ten dagen... Oei. Ah, ik hoor Gilly niet meer. Gilly, ik hoor je niet meer, maar de 15e van juli gaan we je horen. Gaan we je horen als moderator. Maar sowieso op de website van Pakhuis kunnen ze volgens mij... Alle informatie, ja. Alle informatie op de website van Pakhuis. 15 juni, zet hem alvast in. 22 juni, 30 juni, 1 juli, de hele maand. Hou de website in de gaten. Max, ontzettend bedankt. Graag gedaan. En heel veel succes nog. Geniet van alles wat er toekomt. En tot gauw. Yes, dankjewel. Dankjewel. En top. Hou het in de gaten, alsjeblieft. Ik hoop dat je die data in je agenda hebt gezet. Maar sowieso ook jezelf gaat informeren. Kijken naar hoe, wat, waar in de Kitty Kottie maand. Maar nu gaan we afsluiten met een gast waar ik stiekem echt de hele tijd al naar uit zit te kijken. Dus ik ben enthousiast. Je ziet mijn ogen gaan alweer oplichten. Ik heb het namelijk over Abigail Martina. Zij gaat hem afsluiten voor ons muzikaal. Ik ga eerst 2-3 kleine vraagjes stellen en dan gaan jullie daar horen. Toch? Hallo Abigail. Hallo. Wat fijn dat je hier bij ons in de studio bent. Dank jullie wel dat jullie me hebben gevraagd. Ja, ik vind het echt... je bent hier binnen, je bent aan het beamen. Ik ben alleen maar terug aan het beamen, want ik denk, yes, je gaat hier zo meteen optreden. Mensen kunnen je vooral kennen van, of tenminste sommige mensen denken misschien, waar ken ik haar ook? Ze komen bekend voor. Je hebt meegedaan met The Voice. Ja. En toen wist de rest van Nederland van, oh my gosh, who is this? En waarom wisten we er nog niet? Andere mensen kennen je misschien van Abby's Soul Sessions. Ja. Waar je muziek op een heerlijke manier deelt met andere muzikanten. Yes. En je nieuwste single, Liefste Jij. Liefste Jij. Liefste Jij. Kan je ons even kort maar krachtig vertellen? Liefste Jij, ja. Super lief liedje. Voor wie is dit? Waar gaat het over? Nou, heb je even. Nee, ik heb dit nummer eigenlijk een paar jaar geleden geschreven. Dat is soms ook een beetje het proces van een songwriter. Soms heb je een nummer in een dag of in een week of in 2 weken. Soms heb je een nummer die je gewoon op de plank hebt laten liggen en het gewoon even laat sidderen. Ja. En dan erop terugkomt. Nou, dat was dit nummer. Ik schreef hem voor mijn zus toen de tijd, voor haar dochtertje. En ik schreef het eigenlijk als tante voor mijn nichtje. Mm-hmm. Maar jaren later werd ik zelf moeder. En toen ben ik het nummer weer gaan spelen achter mijn piano. En toen kreeg het nummer eigenlijk echt een hart. Toen pas voelde ik echt wat moederliefde was. En je hebt natuurlijk heel veel nummers die gaan over moeders en moederliefde. Maar ja, ik dacht, hoe mooi is het als je eigenlijk als ouder zijnde ook een lied voor je eigen kind
kan maken. En eigenlijk, ja, ik denk dat het zo herkenbaar is voor heel veel ouders, maar ook voor mensen wie je, ja, die je dierbaar is, zeg maar, die je dierbaar zijn, om zo'n nummer ja, voor te maken. En ik, ja, het is echt een babytje van mij. Het is echt een, als ik het naar het nummer luister, of als ik het zing, dan ja, komt er toch een bepaalde emotie naar boven die het nummer gewoon echt nodig heeft. Ja, maar dat voel ik. I mean, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, oh, do I want kids? Toch? Nee, maar ik dacht wel, dit komt. Ik voelde dat dit uit een plek van liefde komt, yeah. Van zoveel warmte en zoveel. I just want to hug it. Yeah. Heel hard. Yeah, en weten dat daar een wereld daarbuiten is. Dat gaat van alles gebeuren, maar jij bent mij. Dus dat ik echt denk. Thank you so much dat je dus nu voor ons gaat spelen. Ik kan echt 180 dingen zeggen, maar ik wil het gewoon horen. Dus het woord en het podium is aan jou, Abigail Martina, met Liefste Jij. Zo klein en ongekend, mijn liefste die jij bent. Zo kwetsbaar en puur tegelijk, in mijn armen ben je veilig. Jij bent van mij. Je bent nu een deel van mij. Dat wat ik zocht, ben jij. Ik wist niet dat iemand mij kon raken tot in mij. Dat ben jij, oh, oh, liefste jij. Jij bent je kleinste jij. Mijn hart staat open voor altijd. Liefste jij, straks ben je. Maar tot die tijd hou ik jou stevig vast, want jij hoort bij mij. Door wind en weer zal ik daar voor jou zijn. Niets is voor mij een brug. Te ver. Ik blijf bij je tot het einde en ik steun je waar ik kan. Oh, mijn liefste jij, jij bent hier veilig bij mij. Liefste staat open voor altijd. Liefste jij, straks ben je groot en vrij. Maar tot die tijd hou ik jou stevig vast, want jij hoort bij mij, bij mij, oh, bij mij, oh, bij mij.
zijn die hier is. Echt super hard klappen. Dank jullie wel. Abigail, je snapt, ik ben een jankert. Ik ben echt, ik ben een... Oh, jullie zitten thuis. En ik denk dat je dit thuis ook voelt. Maar hier, wat hier nu gebeurt in de ruimte... Ik ga heel snel proberen af te sluiten, zodat ik achter kan janken. Maar oh, wauw. Thank you. Dank je wel. Liefste jij. Het zal je moeder of tante maar zijn. En dan heeft ze dit voor je geschreven. Wauw. Thank you. Houd er in de gaten. Zoek er alsjeblieft op. Abigail Martina. Liefste jij. Ik zit hier gewoon te janken. En I'm loving it. Ik hoop dat jullie dat ook doen thuis op de bank. En dat je denkt, oh ja, oh my gosh. Oh, wat is het ook alweer? Kijken we naar een concert? Nee, je kijkt gewoon naar Nieuw Amsterdam. En het was heerlijk. Het was fantastisch. En onthoud alsjeblieft, die musea's die zijn weer open. Tot de 25e van juli kan je naar Refresh. Ga dat checken in het Amsterdam Museum. Check of jij een grote speler bent in Nieuw-West. Of waar dan ook. De Elements. Als je geïnteresseerd bent daarin. Kitty Kottie maand. De hele maand juni. Die programma's 15, 22 en 30 juni mag je alsjeblieft niet missen. En of course, volgende week Nieuw Amsterdam weer. Maar die naam, Abigail Martina, liefste jij. Nou, we konden hem niet beter afsluiten. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Mijn naam is Jennifer Muntslag. Dankjewel. Tot ziens.